Hoi en wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik dacht dat is misschien wel leuk. Normaal gesproken plak ik eigenlijk altijd meerdere dagen achter elkaar en film ik kleine stukjes in vlogs. Maar ik dacht misschien is het ook wel leuk om een realistisch beeld te geven van hoe mijn werkdag er echt uitziet. Dus één dag. Dus ik zal zeggen, ik neem jullie zoveel mogelijk mee. Ik laat zoveel mogelijk zien hoe ik... hoe mijn meeste dagen er eigenlijk bij, hoe die eruit zien. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Nou, ik begin mijn dag altijd met een kopje thee en daarna ga ik achter mijn laptop om zowel de mail bij te werken als even te kijken of er nog bijzonderheden zijn. Daarnaast ook de samenwerkingen door te nemen. Ik krijg regelmatig aanvragen voor samenwerkingen. Hier ben ik heel precies in, maar er gaat wel veel werk in zitten, dus dat is heel erg leuk. Hier merken jullie eigenlijk niks van, maar naast dat ik de pakketten inpak, heb ik ook regelmatig samenwerking op YouTube. Wat alleen maar leuk is voor jullie en voor mij, want dat maakt mogelijk dat ik deze video's voor jullie kan maken. Wat echt heel erg leuk is, is dat sinds kort kan je reviews achterlaten. We zijn helemaal aangesloten bij zo'n organisatie waarbij onze... waarbij het echt betrouwbaar is om bij ons te shoppen. En waarbij je dus ook als je een bestelling hebt geplaatst, dan krijg je daarna de vraag of je een review wil achterlaten. En ik lees ze allemaal stuk voor stuk en ik word er elke keer zo blij van. Want ik doe natuurlijk mijn uiterste best om alles zo goed mogelijk in te pakken. En om dat tip-top in orde te doen met heel veel zorg. En het is zo leuk om dat dan terug te horen dat het, gewoon zo goed gebeurt en dat iedereen daar zo tevreden over is. Ik lees ze echt allemaal, dat is echt heel erg leuk. Dus mocht je een review willen achterlaten, dan kan dat. Kun je bij ons onder andere website wel zien. En als je wat hebt besteld, krijg je volgens mij ook een melding van... we zijn dan aangesloten bij Keurmerk. Dan kan je zelf... je krijgt zo'n melding dat je dat kan invullen. Dus echt heel erg leuk. Heb je een review achtergelaten? Dank je wel daarvoor. Kijk, hier kan je dat zien. En zoals je ziet zijn er weer nieuwe reviews achtergelaten. Heel leuk, ik heb alleen maar 5 sterren. Dus dat is echt heel fijn. Maar ook heel leuk om te lezen. En echt geweldig. Dan is het daarna tijd om naar mijn werkplek te gaan. Ook hier check ik eventjes de bestellingen die zijn binnengekomen. Die print ik gelijk even uit. En ik doe dat elke dag. Dus daardoor zie ik goed welke bestellingen er allemaal nog gedaan moeten worden. Even kijken. Ja, dat zijn ook. Ik check gelijk wat er voor vandaag allemaal verzonden moet worden. En ik leg ze een beetje op soort. Want er zijn natuurlijk verschillende dingen die je zou kunnen bestellen. Zo, alle administraties bijgewerkt. Ik heb ook even gekeken hoeveel ik van elk pakket heb klaar te maken. Want je hebt natuurlijk wel elke keer de bestellingen. Maar er zijn heel veel verschillende. Dus dat surf ik altijd even. Dan weet ik precies waar ik aan toe ben. En dan kan ik echt in series werken, waardoor het snelst werkt. Ik ga even dozen ophalen en dan gaan we beginnen met inpakken. We zijn nu aangekomen bij mijn voorraadshok, noem ik het. We krijgen binnenkort een nieuwe, een hele toffe voorraadplek. Maar hier staan nu mijn dozen, maar ook de voorraad van de website. En dat zijn best wel veel, dus het is een en al dozen en eigenlijk een beetje chaos. Maar voor mij wel, ik weet waar alles staat, dus dat is fijn. Maar omdat ik veel vanuit dozen werk, omdat het heel snel gaat, staat ook eigenlijk al mijn dozen in. Dus het is niet zo spannend. Goed, ik ga even dozen pakken. Voor de eerste lading is het gelukt! En dan loop ik weer naar binnen en dan zie ik weer in het weiland de hertjes. Echt heel erg leuk. Ze zijn op het moment met heel veel rondom het huis. Dus elke keer als ik dan naar mijn werkplek loop en ik zie ze weer, dan is het toch elke keer een geluksmomentje. Ik zal even proberen om ze te filmen. Zodra ze wat horen, dan rennen ze vaak een stuk weggerend. Maar zoals je ziet, een hele kudde met allemaal hertjes. Dat is een beetje moeilijk laten zien. Heel tof. Als ze dichterbij zijn, zal ik het proberen te filmen. Het blijft echt elke keer echt, dat is echt een geluksmomentje. Soms dan lopen ze zelfs bij ons in de tuin. Echt, wauw. Het gebeurt bijna elke dag, maar elke keer heb ik hetzelfde gevoel. Goed, gaan we verder. Ik had mijn plakbandapparaat even in de auto nodig. En nou heb ik die in de auto laten liggen die mijn man mee heeft. Dus dat is wat lastig werken vandaag. Maar ik heb nieuw tape en ik moet zeggen dat werkt heel goed. Het is papieren tape. Eerder had ik altijd een plakband en het liep nog wel eens aan de zijkant los en dit niet. En dus je kunt het scheuren, dus op zich het is te doen. Maar handig is het anders. Goed, gaan we even de dozen in elkaar zetten. Dan is het tijd om alle dozen te plakken. Ik werk eigenlijk altijd in series van 10. Dat vind ik altijd het makkelijkste werken. En het werkt ook eigenlijk het snelste. Zoals je ziet zet ik dan de dozen klaar en daar doe ik alle materialen in die erin horen.
Ik ben nu het Valentijnsbloemstuk aan het inpakken. Als je al vaker bij mij besteld hebt, dan weet je dat ik eigenlijk alles per stuk verpak. Dat vind ik heel belangrijk, omdat het allemaal zo heel en goed overkomt. Dus zoals je ziet ben ik nu houtjes aan het inpakken die allemaal in zakjes gaat. Maar ook eigenlijk zit alles in het pakket wat je nodig bent. Van touw tot krammen, van houtjes, steekschuim, mos. Wat er ook in hoort te zitten om het bloemstuk te maken, dat pak ik voor jullie in. En zoals je ziet doe ik dat allemaal zelf. Ik krijg vaak de vraag met hoeveel mensen we zijn. Nou ja, ik en mezelf. Dus ik doe eigenlijk alles zelf. Ik pak alles zelf in. Ik film alles zelf. Ik edit de video's allemaal zelf. Dus van klantenservice tot het inpakken tot de bloemstukken maak ik allemaal zelf. En dan doe ik het allemaal weer in de dozen. Zoals je ziet, allemaal weer verpakt. Het werkt snel en het komt mooi aan. Mijn mos is op, dus het is tijd om nieuw mos op te halen. En dat gaat heel snel, want kijk, daar ben ik alweer met nieuw mos. Ging het allemaal maar weer zo snel. En ook zo snel het mos ingepakt. Helaas is het echt niet zo. Ook het steekschuim pak ik in, want dat vind ik belangrijk. Ik zou het zo in de doos kunnen doen, maar zo beschadigt het niet. En komt het goed over. En het lijkt gewoon netjes, dus ik werk graag op deze manier. Ik gebruik hier de Oasis Bio. Dus ik ben daar heel tevreden over, dus daar werk ik graag mee. En wat veel door jullie besteld. Dan is het tijd om de bloemen te gaan inpakken. Tussendoor kwam er iemand bij mij die wat honger had, dus die geef ik even wat brokjes. En dan is het alweer tijd voor een theepauze. Normaal doe ik dat tussendoor, maar nu ik zwanger ben probeer ik wel eventjes te gaan zitten. Ik werk dan weer de mail bij en vaak edit ik eventjes een stukje van de video, zodat dat ook alweer gedaan is. Even de wat zakelijke WhatsApp beantwoorden en dan zijn we alweer zover en gaan we weer door aan het werk. Zoals je ziet ben ik het XXXL bloemstuk aan het inpakken. Die is heel veel besteld alsnog. Hij is ook weer aangevuld, dus je kan hem alsnog bestellen. Misschien heb je hem al wel gemaakt. Heel erg leuk. En er worden natuurlijk ook de bloemen toegevoegd. Alle bloemen worden op water geleverd, dus het heeft constant water. Waardoor het natuurlijk optimaal en mooi blijft. Ik spreek uit ervaring dat het heel goed werkt en heel goed lukt. Dus op deze manier verzenden wij via de pakketpost alle pakketten. Waardoor ik door heel Nederland, België en Duitsland iedereen kan voorzien van alle bloemen en de pakketten. Heel erg blij mee. Dus en zoals je ziet maak ik de bossen weer klaar. En die zet ik dan straks op water. Ik werk echt weer in series. Dan gaat het snelste. Zo, ondertussen zijn we echt een paar uur verder en ik blijf aan het inpakken. Hè? Het is echt heel, heel, heel veel vandaag. En soms heb ik dan wel een beetje het gevoel dat ik er niet door ga komen, maar het eind is geloof ik in zicht. Dus ik ga nog even een kopje thee drinken en dan gaan we weer verder, want ja, veel pakketten. Ook veel verschillende pakketten. Natuurlijk heel veel het Valentijnspakket, die was natuurlijk al veel besteld, maar ook heel veel andere bestellingen door de sale. Shoplog. En ik wil eigenlijk zoveel mogelijk altijd voor het weekend dat alles weg is. Dus daar ga ik vandaag mijn best nog steeds voor doen. Ga ik verder met de rest van de pakketten. Dit zijn volgens mij de toeven. Die worden ook ingepakt. En natuurlijk de witte druifjes, die worden even netjes verpakt. Net zoals de rest, zoals het hoort. En zo ook iemand heeft ook het hart besteld. Heel erg leuk. En dit zijn de kransen die besteld zijn. Echt prachtig. Dan heb ik nog wat pakketten met wat losgroen en los materiaal voor de toeven. Die pak ik ook allemaal in. Zoals je ziet allemaal netjes in een folietje. En dan is het tijd om de visitekaartjes aan alle pakketten toe te voegen. Ondertussen zijn het heel veel pakketten geworden. En ik vul ze ook allemaal op met materiaal, zodat er geen verschuiving is in jouw pakket. En zo wordt het gewoon goed vervoerd. Het is ook een voorwaarde van PostNL, maar ook natuurlijk voor je eigen producten is dat het beste. Dat er geen beweging is in het stuk, beschadigt er niks en is alles extra goed verpakt. Alles even dicht plakken. Het zijn er aardig wat, dus ging het maar in het echt zo snel. En dan zet ik altijd op de doos nog even wat de bovenkant is, zodat de pakketbezorger hier rekening mee kan houden. Ja, toch een fijn idee. En dan is het tijd om ze in de auto te zetten. Alles past er net in. Dus heel erg blij mee. Soms moet ik vaker rijden. Dan bel ik even naar het pakketpunt heen. Want ik heb zoveel pakketten.
Zo, ik moet altijd even bellen of er ruimte in de kar is, omdat ik zoveel heb. Dan hoef ik het niet heel ver weg te brengen. Ja, je moet er sowieso een eindje voor rijden. Hè? Want bepaalde postpunten nemen maar een x aantal pakketten aan. En omdat ik er altijd zoveel heb, is dat best wel een dingetje. En anders ga ik door naar een businesspunt, maar dat is echt wel een heel stuk verder rijden. Hè? Maar er was nog ruimte, dus ik ga proberen ze daarheen te brengen. En dan ben ik ze weer kwijt. De wagen is vervolgeladen, dus ga die kant op. Dan maak ik nog even een bosje bloemen voor mijn moeder. En ik leg vast de spullen klaar om weer een nieuwe video op te nemen. Heel erg mooi. Kijk, deze amaryllis bol heeft meerdere bloemen. Prachtig. Wat een voorjaarsversie, dus komt binnenkort. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En jullie zien mij woensdag weer dus in een nieuwe video.